Dan wordt het alleen maar leuk. Ja, absoluut. Happy, happy energy. Ja. Inmiddels is chef Boeken aangeschoven, Michael Koornheef. Ook een happy, happy energy bij meegenomen. Ja, altijd toch, Mieke? Michael die zoekt elke week een boek uit wat de gast, dat bij de gast past. En wat onze gast ook zeker moet gaan lezen. Dus wat heb je mee? Ja, van een Macedonische schrijver. Gotje Smilevski heet hij. Hij is nog heel onbekend in Nederland, maar ik denk dat er wel verandering in gaat komen. En het boek heet De Zus van Freud. En ik zat te denken, ja, Wubbo Ockels komt hier. Dat is een visionair, iemand die geschiedenis heeft geschreven. Laat ik op zoek gaan naar een boek waarin personages voorkomen die ook geschiedenis hebben geschreven. En nou, de titel geeft het al aan. Freud komt in het boek veelvuldig voor. Die een enorme visionair was natuurlijk in zijn tijd op het gebied van de psychologie en de psychoanalyse. Maar er komen nog veel meer mensen in voor. Want het speelt zich af in de eerste helft van de 20e eeuw in Wenen. En dat was toen een smeltkroes van ideeën. En een soort mini-verlichting vond daar plaats. Van allerlei mensen die verder keken dan op dat moment men gebruikelijk was. Dus dat wordt prachtig in dat boek beschreven, dat Wenen. Ik zal het eerst een beetje omkaderen, want ik zeg al, het boek heet De Zus van Freud. En dat is de hoofdpersoon. Zij beschrijft haar leven. Zij kijkt terug op haar leven. Maar niet voordat ze zij komt tot dat terugkijken op het moment dat zij in Auschwitz zit. Want zij wordt samen met haar vier zussen in 1942 naar de kampen gebracht. En het spannende element in het boek is dat Freud is in 1938 naar Londen gegaan. Die heeft een uitreisvisum gekregen. En die mocht een lijst opstellen van 16 personen die hij mee mocht nemen naar Londen. En zijn vier zussen stonden daar dus niet op. Wel zijn hond. En dat is ook echt waar? Ja, dat is historisch. Dus die zussen die vragen zelf, waar mochten wij nou niet mee naar Engeland? Want ze wisten dat er vreselijke dingen zouden gaan gebeuren. Nou, dat is het begin van het boek. Dus dan, hij vertelt vrij droog over hoe zij dus vanuit Wenen dan eerst naar Theresienstadt gaan en dan later naar een ander kamp. En dat is voor haar dus het moment om terug te kijken. En dan herinnert ze zich die glorieuze jaren in Wenen, waarin al die mensen met hun ideeën, Gustav Klimt, Clara Klimt, dat is de zus van Gustav, die enorm vrouwenrechten aan het vechten is. Gustav Klimt die met zijn ideeën over de schilderkunst. Nietzsche komt erin voor, Malik komt erin voor. Al die mensen die bij elkaar, ja, het leek wel of ze elkaar aansteken in die house tot vernieuwing. Tot een soort drift hebben om af te rekenen met dat verleden. En dat werkt zo aanstekelijk dat je krijgt bijna zelf ook zin om te gaan vernieuwen en mee te gaan. Ik dacht dus een mooie metafoor of misschien wel een déjà vu van waar we nu precies, in precies. Komen. Ik zag daar wel plezier. Toen je het mij vertelde, vroeg ik me af van, is dat nou dat zo'n periode waar dat dus al die mensen bij elkaar komen en er dus inderdaad een soort verlichting. Ja, iets ontstaat. Hoe ontstaat dat? Wat zou dat zijn? Mijn gevoel is het vol. Nou, er is trouwens een filosoof, Peter Sloterdijk, die daar behoorlijk veel over zegt. Die zegt altijd, het is in the air. Hè? Yeah. Maar er zijn natuurlijk indicaties dat de maatschappelijke processen zelf in wezen een soort organisch proces is van de individuen van de mens. En net op dezelfde manier dat het een hersencel niet weet wat denken is, weet een individu niet wat het gemeenschappelijk gedrag is. Mm-hmm. Sheldrake is daar heeft dat helemaal mooi beschreven. Dat dus het groepsgedrag hoeft niet te kloppen met wat de individuen willen. Mm-hmm. En dus kan er best wel een cultureel gedrag al zijn. Zoals Sloterdijk zegt ook, het is niet voor niks dat op een gegeven moment de boekdrukkunst werd uitgevonden op verschillende plekken. Ja. En ook heel vaak gebeuren er bepaalde dingen gewoon omdat het gebeurt. En een aantal mensen hebben een antenne die dan doorhebben en die prikken daar dan doorheen of zijn dan de leider daarvan. Maar het totaal gebeurt. Maar wat is zit daar dan achter dat gebeurt? Nou, heel simpel. Neem nou onze huidige tijd. Wij weten zeker, we weten al sinds 1972, Club van Rome, dat we zo niet door kunnen gaan. En het moet dus veranderen. Maar hoe het gaat veranderen en wanneer het gaat veranderen, wanneer de cultuuromslag komt, dat weten we niet echt. Maar we weten wel dat die er gaat komen. En wij zijn natuurlijk als mens ook maar een species, hoe noem je dat, een soort, die levenssoort. En de totale mensheid, die is waarschijnlijk al lang aan het reageren. Alleen hebben we dat nog niet, zien we dat? Wij zien het nog niet precies, nee. En dat is maar goed ook. Ik bedoel, anders als de totale mensheid niet zou reageren, je kan het ook omdraaien, ja, dan gaan we dus niet overleven.
Ja, en dan dus wil het, is gewoon een overlevingsmechanisme ja. van de mens. Maar dan heb je kennelijk wel een paar van die aangevers nodig die dat in werking stellen. Ja, maar dat is ook menselijk. Hè. We hebben natuurlijk een mens heeft een enorme diversiteit. Maar ik denk dat het inderdaad de mensheid en de maatschappijen zijn die een soort gedrag vertonen, waarbij dan een aantal individuen ineens daarop aansluit. Ik ben zelf begonnen in 1992 eigenlijk met het idee van ik ga een duurzame missie starten. En ik zit dus al net soms iets te vroeg met dingen, maar ik zit wel ook nu aan het surfen op een soort maatschappelijke ontwikkeling die er steeds meer belang aan hecht, waardoor ik ook steeds meer effect krijg. Dus ja, het is een mechanisme van een individu die ik ben met de maatschappelijke ontwikkeling. Mm-hmm. Ja. Ja, wat zo mooi is, is ook dat het enorme optimisme wat in dat boek voorkomt. Hè? Al die mensen die willen afrekenen bijna het maakbaarheidsidee. Enorme drift hebben om verandering en teweeg te brengen. Dat vind ik ook zo mooi. En het eindigt natuurlijk heel erg triest. Ja, ik wou net zeggen, wat ze schrijft het in Theresienstadt. Ja, daarop. Het eindigt, dus altijd dat optimisme eindigt in Auschwitz. Ja. Dat is het wrangen ervan. Dus in die zin heeft dat hele vooruitgangsideaal ons ook niet heel veel verder gebracht. Althans, vanuit het boek gezien. Ja, maar dat is natuurlijk wel een raar. Dat je voordat zoiets verschrikkelijks gebeurt, een uitbarsting hebt van energie. En ideeën. Maar ja, ze heeft zelf wat dat betreft een rijk leven gehad. Ja, nee, daar kijkt ze ook wel op terug, hoor. Dus ja. Mooi geschreven ook. Ja, geweldig geschreven. Ik begreep ook inmiddels dat het boek al in 20 talen vertaald gaat worden. En het is natuurlijk ook een stukje cultuurgeschiedenis hè, van Europa. Die begin van de 20e eeuw, dat vind ik zelf ook een heel interessante tijd. En wat is het Macedonische eraan? Want het is een Macedonische schrijver. Er zit wel iets van iets melancholisch in van die Balkan. Ik heb wel meer boeken gelezen die daar vandaan komen. En daar zit wat weltschmerz en wat weemoed ook in. En dat weet hij er ook nog wel tussen in te vlechten. Dus dat is een mooi stijlelement wat het boek heel prettig maakt om te lezen. Ja. 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 Oké, nou, het is voor u. Nou, dankjewel. Het heet De Zus van Voigt. En dan mag jij de schrijver nog een keer uitspreken. Gotje Smilewski. Dat is voor mij heel... Ik ben niet geen goede lezer. Dat is een man trouwens, hoor. Ik ben ook een beetje dyslectisch, zoals het dan heet. Oh. En weet je wat ik altijd heb? Als ik zo'n boek ga openslaan, sowieso vind ik het altijd moeilijk om in het begin te beginnen. Maar dan ga ik ergens lezen, maar dan begin ik mijn eigen verhaal te maken. Oh. En dan moet ik constant weer corrigeren. Maar soms niet. Lukt het. Nee, ik ga gewoon echt mijn best doen. Ja. Het had eigenlijk een luisterboek moeten zijn. Nee, dat vind ik helemaal saai. Niet. Dat gaat ook veel te langzaam. Nee, niks. Nee. Ja, voor een plaatjesboek. Nou ja, mijn eerste echte liefde was Kapitein Rob vroeger. Ja, prachtige plaatjes. Stripjes, ja. Dat is makkelijker. Ja, maar dan heb je het plaatje gezien en dan kun je even nog kijken. Moet ik de laatste zin van de tekst lezen? Nee, dan ga ik gewoon weer door. Gaan we weer door. Ja. Nou ja. Ik heb nu bijna een uur lang mijn cynisme aan de kant gezet. Goed zo. En geprobeerd optimistisch te zijn. Dat kost best veel moeite, hoor. Dat is ook zo. Maar ik geloof bent u dat wel het eens cynisch? Is. Denkt u wel eens van, ja, nou, dit wordt echt helemaal niet. Ach joh, ik zit zo vaak in de put. Zo lees ik weer iets. De nieuwe satelliet die ijs meet van de Noordpool. En dat ik dacht in 2002 dacht ik nog dat het 100 jaar zou gaan duren. In 2005 dacht ik dat het 20 jaar zou gaan duren. Nu gaat het maar 6 jaar duren dat er geen ijs meer is op de Noordpool. Als ik dat dan hoor, dan word ik helemaal triest. Dan denk ik, jongen. Maar nee, dan laten we het hierbij, want we moeten wel optimistisch blijven. En de tijd is om. Ik heb nog 20 seconden. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Die houden we erin. Dit was Oba Live. Morgen zit hier Tim Krabbe over zijn boek Wij zijn, maar wij zijn niet gek. Over die schietpartij op Columbine in Amerika. En straks na het nieuws Hoezo Radio. En daar hebben ze het over visuele literatuur.